Impact Zwolle Stadion, waar de KNVB een symposium organiseert. Symposium Meisjes en Vrouwen Voetbal 2014. Er zijn 240 deelnemers aanwezig, waaronder trainers, leiders, scheidsrechters en bestuurders. Die allemaal een workshop volgen, waarna ze naar een buffet gaan. En na het buffet zullen ze de wedstrijd Nederland-België bekijken. We zijn hier bezig met een workshop voor het meisjesvoetbal. Met name voor de leiders van het meisjesvoetbal. En je ziet, ze zijn nu druk bezig in groepjes om te discussiëren over allerlei dingen. En ze zijn zo betrokken allemaal, dus ik denk dat het wel aanslaat. We hebben hier de workshop Samenwerken, waarbij we dus een aantal mogelijkheden geven hoe clubs zouden kunnen samenwerken. Daar heb ik aan het begin wat over verteld. En nu zijn de verenigingen met elkaar daarover aan het praten. Om te kijken of ze elkaar kunnen enthousiasmeren, kunnen verbeteren. En dat is nu gaande. We voeren hier een discussie over hoe je meer vrouwelijke scheidsrechters kunt werven. En we proberen dat te doen door discussies uiteraard. En te kijken waar het dan ligt, waarom er weinig vrouwelijke scheidsrechters zijn. De discussie waar het meest om gaat, is dat het om een cultuuromslag gaat eigenlijk bij een club. Vrouwen zijn meestal nog het afvoerputje bij de club. En het is de bedoeling om vrouwen meer serieus te nemen en daardoor ook meer te interesseren voor het scheidsrechter. Bij Be Quick is een 4 tegen 4 toernooi waar 100 meisjes zich voor opgegeven hebben. Dat zijn meisjes die een 4 tegen 4 toernooi met individuele winnaar spelen. En daar komen winnaars uit en die winnaars kunnen een clinic van PEC Zwolle vrouwen winnen. Of een meet and greet van PEC Zwolle rondom de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax. We'll be right back.